ben ik weer. Vandaag ga ik iets maken voor de kerst. Het is bijna kerst. En dit is ons kerstvoorbeeld van de workshop Winter Wonderland. Kijk eens hoe leuk dat die is met een leuk rendiertje erin. Dus ik dacht, ik ga het filmen als ik het voorbeeld maak. Misschien hebben jullie er wat aan. Kijk gezellig met me mee. Zo, beginnen we met ons kerstproject. Nou, ik heb meerdere kerstprojecten, maar nu ga ik laten zien hoe ik die leuke boompjes heb gemaakt. Winter Wonderland heb ik hem genoemd. Twee kleine kerstboompjes op een standaard. Ik heb hem al eerder gemaakt, even als voorbeeld, maar dat is al een maand geleden, dus ik moet hem even verversen. Dus nu neem ik het gelijk eventjes op. Ook leuk voor de mensen die een pakket gekocht hebben. Dan kunnen ze gelijk zien hoe het moet. Ik had twee van deze kegels. Die zijn 26 centimeter, maar ik vond ze iets te lomp, dus ik heb er wel een stukje afgesneden. Zo een paar centimeter, als je een kartonmesje neemt. Zo. Nou, dan krijg je dus twee van zulke puntjes. Hij is niet helemaal recht, maar dat zie je straks niet meer. Ik ga dit eventjes netjes opruimen, want anders komt het tussen het gewone vuil. En die gaan we bekleden met mos. Daarvoor neem je plaatmos. Dit heb ik hier heel mooi vers liggen. Die verdeel je over je kegel. En dan steek je even een paar krammetjes in. Het kunnen gewoon korte zijn, 3 of 4 centimeter. Zet je het even vast en daarna ga je het met een metaaldraad. Ga je het helemaal rond omwikkelen. Nou heb ik het natuurlijk al een keer gedaan. Dus ik heb hier nog twee ingedroogde staan. En die ga ik nu gewoon gebruiken. Anders is het zonde. Maar ik denk dat jullie dat principe wel snappen. Dus gewoon eerst eventjes krammen. Niet te veel. Gewoon een paar krammen dat het voor jezelf dat je makkelijker werkt. En dan eventjes een ijzerdraadje eromheen. Helemaal van onder. Zie je aan de onderkant. Ik heb het overal. Helemaal rondgewikkeld. Zo, als je die twee puntjes bekleed hebt, dan gaan we ze natuurlijk bekleden met groen, met kerstgroen. Ik heb ervoor blauw spar gekocht. Je kunt ze zo op je standaard prikken. Als het niet in één keer lukt, doen we hem even met een aardappelschilmesje. Even een kruisje in de onderkant. Dan prik je hem er makkelijker op. Of prik een gaatje voor met een prikker. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik heb ze een klein beetje... Kijk hoor, ik denk dat ik de camera een beetje anders moet zetten. Ik heb ze een klein beetje ongelijk. Dus de ene is wat hoger dan de ander. En dan ga ik even een doosje zoeken. Dan zet ik even de camera een beetje hoger. Zo, beter. Zo staan ze er helemaal op. Ik heb blauw spar. Dat zei ik net al. Je kan natuurlijk ook verschillende soorten groen gebruiken. Maar in dit geval... gebruik ik blauw spar. En daar knip je hele kleine stukjes van. Kijk, deze is dit eigenlijk lang genoeg. Nou, als ze te kort worden, doe ik gewoon even zo. Ik ga straks wel even zien hoe ik dat ga doen. Die is natuurlijk wat te lang. Dus die splits ik hier even. Ik knip natuurlijk de hele tak op. Nou, we knippen eventjes een heleboel voor. En dan gaan we krammen. Ik zal vast eventjes laten zien hoe dat we dat gaan doen. Hij hoeft niet te ver eronder uit te steken, maar zo'n centimetertje. Want als het natuurlijk te ver is, dan wordt hij weer een grote lomp. Ik maak aan de onderkant gewoon een randje naast elkaar. Nou zie je deze, die kan ik ook gewoon gebruiken. Desnoods doe ik straks die er weer bovenop, zie je het?
Nou, zo werk ik van beneden naar boven. Dus we beginnen met de onderste rand. Ik zie niet zo goed wat ik doe, maar jullie wel, denk ik. En zo kram ik hem eventjes helemaal vol. Zo, ik heb hem er even afgehaald. Dus zie ik zelf ook wat ik doe. Dat werkt wel zo makkelijk. Je doet net als bij met dakpannen. Je laat ze een klein beetje overlappen. En dat het nieuwe stukje probeer je over de oude kram. Zie je het kram. Dus als je de nieuwe dan zo doet, dan werk je gelijk even de krammen weg. Zo, zoals jullie zien is die bijna klaar. Probeer dat je de mooie takjes, dat je daar het meest van ziet en dat je die andere een beetje verstopt. Zie, dit is ook weer een mooie met zo'n drietandje. En het laatste stukje, dat is een beetje lastig, want dan blijf je natuurlijk die krammetjes zien hier bovenaan. En dan had ik daarop bedacht dat we de laatste stukjes, om die krammetjes weg te werken, dat we er nog wat hele korte stukjes op plakken. Dus dat doen we gewoon met het lijmpistool. Kijk, zo is die wel aardig vol. Met het lijmpistool pakken we van die kleine stukjes. En die plak je gewoon eventjes met een stipje lijn zo erop dat je dat krammetje niet meer ziet. Zie je het? En als je dat hier ook zo doet en hier ook zo, dan krijg je een heel mooi puntje. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Kijk uit voor je vingers. Ik denk dat die een beetje te groot is. Of ik knip hem even af, dat kan ook. Nou, hij is nog niet echt warm, geloof ik. Kijk goed dat het model er een beetje in blijft zitten, dat het wel een puntje is. Als dingen te wijd staan, kram ze vast of knip ze weg. Nou, dan is de eerste. De eerste is denk ik klaar. Tenminste voor zover, het groen. En dan ga ik lekker de tweede, hier nog eventjes een dingetje, ga ik lekker de tweede even maken. Zo, eens even kijken hoor. Ik denk dat ze zo staan. Helemaal leuk. Ik ga ook de onderkant nog versieren. Er komen natuurlijk nog lampjes in. Ik ga er nog leuke decoraties op plakken. Ik ga eerst eventjes een stukje oase pakken voor de onderkant. Dan maak ik eerst al het groen af. En dan kan het decoreren ook in één keer. Nou, daar ben ik weer. Ik heb een soort patatbakjes gekocht. Die precies tussen die stokjes passen. Die heb ik gevuld met oase. Nu wil ik hem natuurlijk vastzetten. Dat kun je thuis doen met dubbelzijdig tape. Maar je kan ook dit gebruiken. Dat is dat Anchor tape. Of Anchor tape. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat plak ik eventjes gewoon zo over het bakje heen. En dan zo naar de onderkant.
dan zit hij goed vast. Ik wil even knippen. Maar dit kan ik natuurlijk niet zo makkelijk in het pakket stoppen. Dus dan doe ik er even een beetje dubbelzijdige tape bij. We doen het niet met het lijmpistool. Omdat het lijmpistool dat is warm. En dan heb je kans dat dat bakje lek gaat. En dat willen we natuurlijk niet. Daar is het bakje eigenlijk te dun voor. Maar als je steviger plastic bakje hebt. Ja, dan kan je natuurlijk ook met lijmpistool vastzetten. Even toppen, dat is ook wel leuk voor jullie. Dus ik een beetje top. Zo, die zit vast. Nou, dit had ik over van mijn vorige geknipte groen. Daar kan ik straks ook wel weer wat van gebruiken in dit stukje. Ik wil een beetje een landschapje maken, dus ik wil het wel een beetje laag houden. Want anders dan is het niet leuk, dan zie je straks die stammetjes niet meer. Zo, ik heb even wat groen verzameld. Ik heb een beetje eucalyptus. Een beetje blauwspar. Pinus. En twee kleuren conifeer. Daarbij is het ook nog wel leuk om wat platmos te hebben. Dat zul je straks zien. Daar druk ik het ook nog een beetje mee op. Ik begin even met de conifeer. En ik kijk altijd goed hoe het valt. Want zo'n takje zit vaak een vorm in. Kijk, als ik zo doe. Nou, bij deze valt het wel mee. Dus niet zo'n sprekend voorbeeld. Dit takje zie je dat hij nu mooi hangt. Als ik hem omdraai. Dan hangt hij lang niet zo mooi. Zie je wat ik bedoel? Dus ik zorg altijd wel dat ik steek dat mooi de ronding naar beneden valt. Dus kijk een beetje hoe je tak valt. En hou er rekening mee met steken. Nou, ik probeer een beetje dwars te steken. Want dan valt het ook mooi over mijn metaalplaatje heen. Die is wel een beetje erg lang. Die ga ik splitsen. Kijk, als je zo'n pinus wil splitsen. Dan til ik dit eventjes opzij. Knip ik. En dan kan dit weer, heb ik weer een mooi net puntje. Anders is het ook zonde. Je ziet, je hoeft het niet altijd hier te prikken. Ik wil dat het ongeveer net zo lang is als mijn plaatje. Dus ik schuif dan gewoon met mijn takje een beetje op. Zie je het? En dit is weer een korte takje. Dus die prik ik wel op. Hier erin. Zie je? Dus nu lijken ze even lang. Terwijl in feite de een veel langer is dan de ander. Ik werk zelf altijd gelijk met verschillende groensoorten. Sommige mensen willen liever eerst een randje blauwspar, dan een randje conifeer. Dan een randje pinus. Dat kan natuurlijk ook als je dat fijner vindt. Dan moet je dat zeker doen. Er is nooit één manier de beste manier. Nou, misschien soms wel. Maar in het geval van bloemschikken zijn er heel veel wegen die naar Rome leiden. Je ziet, ik vind het leuk om van blad heel erg te variëren. Dus conifeer tegenover blauwspar. Dat het allemaal leuk afsteekt bij elkaar. Ik ga hem even omdraaien. Met het eucalyptus wacht ik meestal een beetje tot het eind. Want je wilt dat wel blijven zien. Dat is vaak wat kostbaarder. En het is zonde natuurlijk als dat onder de rest van het groen komt te zitten. Onder de grove materialen, zoals onder de blauwspar. Blauwspar, als daar veel
paaltjes aan zitten, dan moet je hem natuurlijk wel steeds eventjes ritsen. Want anders dan is je oase zo snel kapot gestoken. Zorg dat je ook steeds een stukje opschuift, hè? Dat je niet alles in het randje doet. Maar je gaat steeds een paar centimeter meer naar het midden toe. Nou, ik denk dat die zo al heel leuk is. In het midden, daar zie je inderdaad nog wat oase. Maar daar weet ik wel wat op, want ik heb fijn mos. Kijk, ik heb hier een mooi stukje kussentjesmos. Want ik wil er een rendier bovenop zetten. En daardoor is het wel leuk als het boven een beetje plat is. En er moeten natuurlijk ook nog allerlei decoraties in. Hier doe ik een beetje platmos. Het platmos doe ik erop. Daar gaan nog allemaal decoraties overheen. Dus dat is eigenlijk alleen om het oase niet meer te zien. Het bolmos, dat is uiteindelijk iets wat je gewoon blijft zien in het stuk. Omdat het zo mooi is en zo fluweelachtig. En dat het een beetje rust geeft erin. Dus het platmos is alleen om het oase weg te werken. Hier komen straks nog decoraties overheen. En hier overheen, ja, daar plak ik misschien een paar sterretjes op. Maar meer ook niet. Omdat ik al eerder heb gemaakt, heb ik wat decoraties klaar liggen. Bijvoorbeeld dennenappels. Die heb ik al op draad gezet. Hier nog één. Ik zal het ook eventjes laten zien hoe je dat op draad kunt zetten. Deze zat ook al op draad. Ik pak er eventjes eentje bij. Zo, ik heb wat dennenappels gepakt. Ik heb hier ook van dat pookdraad. Je pakt een dennenappel. Je doet dit aan de onderkant. Zo'n beetje rond zijn kontje. Dat hij een beetje zo tussen die schubbetjes valt. Zie je het? Dan draai je de twee uiteinden over elkaar heen. Nou, nu zit hij op draad. Kan je hem heel makkelijk prikken. Eens even kijken hoor. Wat balletjes erbij. Oh, en natuurlijk een rendier. Ik heb verschillende. Dus de mensen, die mogen allemaal kiezen. Maar ik had dit voor mijn Instagram foto er al op. Dus die zet ik er weer in. Maar kijk, dit is ook een schatje. We zorgen altijd, je kan natuurlijk allerlei decoraties erin doen. Maar we hebben elk jaar weer een hoop om uit te kiezen. Kijk hoor. Het rendier plak ik er gewoon in. Beetje lijm onder zijn pootjes. Wat er te veel is, dat krabbel ik straks weg. Nu laat ik het eventjes zitten. Zo, ik heb hem eventjes wat lager gezet. Kunnen jullie het misschien wat beter zien? Even het te veel aan lijm bij de pootjes van het hert weg. En dan had ik bedacht, ik wil natuurlijk deze stokken, die metalen pinnen, die vind ik niet zo leuk boomachtig. Dus daar wil ik wat aan doen. Dus daar kun je leuk een beetje grillig takje tegenaan plakken. Ik heb hele leuke gekocht. Zie je deze? Als ik er twee of drie tegenaan doe. En dan nog een beetje met mos vul. Dan ziet het er leuk uit. Ja, dit is wel leuk. Ik heb nu even drie stokjes bij elkaar. Daar doe ik even een ijzerdraadje om. Daar doe ik straks nog even
een beetje met het lijmpistool. En natuurlijk een beetje mosterd ertussen. Maar ik begin even met dat ijzerdraadje, dat werkt wel zo makkelijk. Zo, nou, ik heb een beetje zitten tobben met de stam. Achteraf denk ik, het is gewoon makkelijker. Klein beetje mos even om de stam wikkelen. En dan een paar takjes er tegenaan plakken. Dan hoef je niet zo erg ertussen te frummelen. Nou, het zit in elk geval. Dat is ook af. Ik dacht dat het misschien wel leuk was nog een paar van die kegels zo erin te zetten. Net als een soort mini boompjes, dus een soort struikgewas. Zie je het? Dus die ga ik er ook eventjes insteken. Ik denk dat ik ze eventjes weer op draad zet. Zo. Even de lampjes pakken voor hierin. Er moeten ook nog lampjes in. En ik heb voor 40 lampjes gekozen. En er zitten twee van die batterijtjes in. Ik heb ze even aangedaan, dan zie ik beter wat ik doe. Deze die kun je ergens onder plakken. Onder het groen, zodat je hem niet ziet. Ik doe hem hier eventjes in het hoekje. En dan plak ik straks een klein beetje van dit mos tegenaan. Dan weet ik gelijk waar die zit. Even kijken welke kant open kan, want die hou ik natuurlijk aan de bovenkant. Ja, ik wil hem toch ook wel aan kunnen doen. Nee, moet je toch zo. Ik plak hem er gewoon in met het lijmpistool. Ik denk, hoe had ik het ook weer gedaan? We gaan heel snel omhoog. En dan gaan we ook heel snel weer naar beneden. Want dan kan ik hem aan de onderkant over laten steken. Want aan de onderkant valt dat niet zo op. Maar als je dat aan de bovenkant doet, dan zie je zo zo'n lijntje lopen. Dat is niet zo leuk. Je doet niet, nog niet te precies. Kijk eerst even, als je hem hebt rondgedraaid, of dat je in allebei de boompjes ongeveer evenveel lampjes hebt. Dat is natuurlijk wel leuk. Als je tevreden bent over de verdeling, dan kun je hier en daar even een takje optillen. En dan moet je wel zorgen dat je de lampjes blijft zien. Maar er verdwijnt een beetje dat draad. Nou, als je de lampjes erop hebt zitten, dan kun je verder gaan decoreren. Want er kunnen natuurlijk ook nog balletjes op en sterretjes op. Ik heb van die kokossterretjes, die plak ik erop. Ik heb allerlei kerstballetjes. Dus daar ga ik me nu eens even mee bezighouden. De mensen die een pakket hebben, die krijgen deze tak. En er zitten allemaal kleine piepschuime bolletjes op. Ik vind het zelf heel erg schattig. En die kan je eventjes in kleine stukjes knippen. En die plakken we er dan gewoon op. Au, dat was dus het lijmpistool. Dus ik heb allemaal zulke stukjes. En dan natuurlijk niet waar een lampje zit. Maar ik plak ze er allemaal. Ik verdeel ze er een beetje tussen. Dus tot straks. Zo, ik ben klaar met versieren. Ik heb de sterren heb ik gewoon erin geplakt met mijn lijmpistool. Die piepschuime bolletjes ook. De balletjes die zitten op draad, dus die heb ik er gewoon tussen gestoken. En ik heb er nog wat mos in gedaan. En ik denk dat ik hem zo laat. Ik vind hem zo eigenlijk wel leuk. Dus ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden en dat jullie enthousiast zijn en ook lekker aan de slag gaan. Zo, ik zal nog even zo filmen. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe dat hij geworden is. Helemaal leuk toch? Nou, groetjes, tot de volgende keer. PS, vind je het leuk om ook een keertje mee te doen? Kijk dan op mijn website www.ineke.info. Groetjes, doei doei.